Kevin, oftewel West voor je. Leuk te kijken naar de nieuwe aflevering van YouTubers Live. De vorige keer zijn we gebleven met iets over de 40.000 abonnees. Oeh, we hebben een meer XP. 80.000 XP. We zijn level 10. Dat is mooi. Wat kan ik hier... Waar staat hier een eentje bij? Oh, we hebben nieuwe unlocked items. Oh, dat is heel mooi. Oké, we hebben aardig veel geld nu. En volgens mij moeten wij zo dadelijk ook het geld van die vriend van mij binnenkrijgen. Ja, of niet hier? Op 12 maart. Oké, dus wat we gaan doen is, we gaan eventjes een nieuwe video maken. Of gaan we een nieuwe video kopen? Nee, we gaan nog een nieuwe video maken. Want de geld van die vriend, die 200 nog wat dollar die we zouden krijgen als we hem een video maakten, die krijgen we ook zo dadelijk. Dus we gaan even hier een video van maken. En dan maken wij een gameplay video van. Een first impression kunnen we niet doen, maar we hebben al een gameplay video gemaakt. Dus een first impression is eigenlijk de eerste kijk op de game. Wat vind jij van de game en bla bla bla. Maar als je de game al gespeeld hebt als een gameplay, dan heb je dat natuurlijk al gezien. Dus kun je dat niet meer maken. Dit is prima. Oh, nee. Ik ga deze opzetten op mono directional, want ik praat alleen. Mono is er volgens mij in je eentje en bi is met meerdere mensen voor de microfoon. Dus Funky Bible, we gaan een video maken over Funky Bible. Mijn vlog wordt niet goed bekeken, volgens mij. Nee, dit is dus de vorige video, dit is de vlog. Nou, cool greeting. Ik kan niet met intro en muziek doen, vind ik een beetje jammer. Game intro scene. We gaan een beetje zingen. Geen idee. Geen idee of dit goed is, maar... dan gaan wij een serieuze comment doen. Oh, ik heb niet zoveel energie meer. Oh, shit. Een professionele comment. En hopelijk kan ik iets van twee krijgen. Please. Ja, een murderous look. Oké, nou, perfect. Kan ik er eentje voor één krijgen aan het einde? Oh, wave goodbye. Prima. Prima dit. Dit begint goed, jongens. Dit begint goed. Oh, daar komt geld binnen. Niet voor mij, niet voor de vriend, want dat is van 12 februari of 12 maart pas. Oké, we gaan even editen. Hoe goed kunnen we deze video maken? Dat is natuurlijk de vraag. Als we jou hier doen, zo. En... dit is op zich niet zo heel goed. Nee, jij moet daar. Oh, daar is het geld van die vriend van mij volgens mij. Nee, dit is van YouTube, dit geld. Als we jou zo doen en we doen jou zo. Oké. Dit is 2 en dit is 2. Ik heb het nog gewoon zo. We doen het zo. Dat is de focus, voegen we toe. En doen we even wat color grade. Prima. En. I see you didn't make the video I was requested. You didn't enough time. Ik heb jouw video gemaakt. Wat? Are you kidding me? Ik heb een gameplay video voor gemaakt. Voor die game. Of heb ik de verkeerde game... Echt, ik begrijp het niet. Ik begrijp het echt allemaal niet. Oké, ik moet nog eten. Prima, ga maar eten. We hebben bijna 50.000 subscribers. Dus prima. Dan gaan we even een energiedrankje nemen. En dan gaan we na even slapen. Want hij is toch aan het renderen. Dus ja, ga maar slapen. En dan gaan we denk ik daarna even kijken. Hoe kan ik een nieuwe... een sarcastisch comment. Een sarcastisch comment. What the fuck. Oké. Okay. We gaan even wat eten. Want ik wil even zoveel mogelijk energie hebben. Hop. En even een sandwich. Prima. Prima. Moet even wachten tot deze video klaar is met uploaden. Voordat wij kunnen gaan shoppen denk ik. Of niet? Shoppen. Kan dat? Oh. De computer is working. Als je aan het uploaden bent, kun je wel gaan shoppen. Dat kan ik ook wel gewoon. Als ik aan het uploaden ben naar YouTube, dan kan ik gewoon gaan shoppen. Dat kan toch gewoon. Superfood. Oh. Oké. Okay. We worden even gaan naar PC World. Ja. Want ik wil kijken naar de upgrade van mijn computer. Oké. Okay. Dit zijn alle computers die we hebben. Deze computer hebben wij. En we kunnen upgraden naar deze computer. Ik zit achter de computer, dus pech gehad jij. We kunnen deze computer kopen voor $390. Dan zijn we bijna alles geld kwijt. Willen we dat doen of willen we dat niet doen? Of kiezen we voor deze computer? Ik wil toch voor deze computer gaan, eerlijk gezegd. Dus ik doe het gewoon. Ik koop deze computer. Prima. We houden $50 over.
Maar ik moet om mijn huur hoef ik gelukkig nog niet te betalen, volgens mij. De wachttijd tot mijn computer er is. Dus dat kan eventjes duren. Nou, zo. Oh, daar is hij al. Of niet? Yep, mijn nieuwe computer is binnen. Hoppa! Kijk, een mooie computer. Dan gaan we gelijk een nieuwe video maken. Want we moeten on the grind. Het geld moet binnenstromen. Dus als ik een aanvraag krijg van een vriend binnenkort, dan moet ik ook echt... We gaan nou hier een video van maken. Dan moet ik een... Oh, hier kan ik een first impression. Oh, dat was het. Ik moest hier een video van maken. En ik deed het van deze. Oh, ik moet goed kijken welke video het is of welke game het is. Oh, nee. Soms ben ik zo dom, hè. Soms ben ik echt enorm dom. Station 1, no filter... Nou, prima. Oké, first impression van deze game gaan we maken. Oké. We gaan starten met de game. Intro met een logo. Prima. Daar beginnen we mee. Is het een GTA 5? Of GTA 4? Voor mij is het een GTA 4. Of GTA 3? Geen idee. Van die comment. Je kiest meestal gewoon degene wat mij leukste lijkt. Ik kijk niet vaak wat hier staat. Dit is GTA Vice City. singing comment. Oké, dit is GTA 4, denk ik. Ja. You destroyed everything. Funny comment. Geen idee. Ja, dit is GTA 4 is dit, ja. Funny comment. En dan de laatste. Vind ik dat we gaan voor Kiss Goodbye? Waarom niet? Een keer wat anders. We gaan even editen. Ja, oh, deze video wordt aardig goed bekeken. Kunnen wij de 100k per video halen? Volgens mij hebben we dat nog nooit gehaald. Dat zou heel fijn mooi zijn als we dat zouden kunnen. Oké, deze. Hoe gaan we dit het beste doen? Dit is het einde. Ja. Dus wat als we zeggen... Nee, dit kunnen wij zo niet doen. Dit past al helemaal niet. Laten we het zo doen. Oké. Dit gaat niet goed zijn, dit. Die laat ik tussenuit en dan doe ik die hierachter. En kunnen we iets beter maken? Zo. Dit is perfect eigenlijk. Title en de soft focus. En... Oh, we kunnen alle drie. Heel mooi. En dit moet een goede video zijn. De internet is niet zo heel hoog, jammer genoeg. Een nieuwe decor. Eentje erbij. Prima. Dus even kijken. Levels erbij. Mijn levels zijn nog niet zo hoog. We zijn pas in de vierde aflevering. Dus ja. Ik heb een nieuwe kaart gekregen. Het is een angry comment. Oeh, een boze comment. Dat lijkt me echt handig als jij boos gaat doen in de video. Oh, dit is 72k. Maar wat we kunnen doen is volgens mij, we kunnen hier gaan kijken naar... kunnen we gaan kijken naar mijn stats. Bijvoorbeeld naar welke video voor mij het beste was. Nee, waar konden we dat ook weer zien? Dat konden wij... waar kon ik dat ook weer zien? Was dat... Hier? Nee. Level 11. Waar kon ik ook weer zien mijn video's? Was dat hier? Nee. Oh, dit is mijn inkomen. Meer dan $400 in de maand. Niet slecht. Kon ik dat hier zien? Hier kon ik het zien. Ah, hier kon ik het zien. Oké, mijn totaal views zijn bijna 500k views en we hebben bijna 50.000 subscribers. Heel mooi. De beste video is deze. Oh, dat is een video die ik pas geleden gemaakt heb. Die is 72.000 keer bekeken. Ik kan er geen netwerk joinen volgens mij. Nee, maar dan moet ik in een luxe appartement wonen. Ik zit op de 50ste plek van de ranglijst Westfall Gaming. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar voor mij sta ik in de eerste... aflevering van deze serie. Dat vanwege YouTube vroeg... Ik moest van YouTube mijn... naam veranderen. Of tenminste... ik wil even het weten. Want als je op YouTube 100 abonnees had... mag jij een eigen YouTube domeinnaam hebben. Dus youtube.com/je naam. Maar blijkbaar was youtube.com/festival... was al een naam die bestond. Maar was verwijderd door YouTube. Dus er is ooit een kanaal geweest... die Westfall heette. Ja, maar het kanaal, dat bestaat niet meer. Maar dat de link, dus youtube.com/Westfall, is wel aan dat kanaal gegeven. En kan dus niet aan mij worden gegeven. Dus
moest ik mijn kanaal gaan veranderen in Westfall Gaming vanwege de domeinnaam. Dus nu is de domeinnaam, als je dit weet, is youtube.com/Westfall Gaming. Aan elkaar. Dus dat is eigenlijk de domeinnaam nu. Dus ja, dat is eigenlijk de hele reden van. Maar, ik heb mijn kanaal nu weer veranderd naar Westfall. En dat heeft te maken met... ik vond Westfall Gaming geen goede naam. En ik noem mezelf Westfall. Mijn intro staat Westfall. En eigenlijk heb ik Westfall staan. Ook bij Twitch, waar ik binnenkort veel meer ga doen. Want als ik nu een computer heb, ga ik veel livestreamen. Ik weet niet of ik dit ga livestreamen, maar... veel andere dingen. Dus heb ik het weer terug veranderd naar Westfall. En ik zie daar mijn nieuwe kaarten. Wat kunnen we doen? Wat is dit? The views in the game increase with the number of gameplays you made. Oké. Weet je wat ik ga doen? Ik ga toch deze. Oké, dus hoe meer gameplay video's we maken, hoe meer kijkers we krijgen. Dus dat vind ik heel mooi. Dat gaan we dus simpelweg doen. We zijn level 11 nu. Wat kan ik even gaan doen? Ik ga even slapen. En even wat eten daarna. Ik heb een make a video over de game. Oké, welke game is het? Als vraag maar. Het is voor de whole PC. En het is Frankenstein Sunshine. Het is een gameplay video. Oké, dus ik kies er gewoon voor $99 bij. Het is makkelijk te krijgen. Dan gaan we even wat eten. Om meer van die dingen te krijgen. Ik moet even gaan shoppen voor eten dadelijk. Oké, hier is de game. Ik ga gelijk een game voor jou maken. Ik heb geen idee welke game het is. Maar ik ga het is wat voor de PC. Dus we gaan een nieuwe gaming video. Dit doet altijd zo lang. Ik sta er een beetje stilstaan. Deze is dus met Frankenstein. Ja, we gaan een gameplay video maken. Voor haar, voor $99. Prima. Hoe meer geld we krijgen, hoe beter. Hoe raar het ook klinkt. We hebben nog steeds niet de 100 of de 50.000 subs tussen. Die halen we zo dadelijk wel. Dus, oké. We beginnen met een serious greeting. Ik heb genoeg energie. Dus deze kan misschien ook gaan gebruiken. Een angry comment. Nee, we gaan gewoon happy. We zijn nog blij. Misschien aan het einde als er iets gebeurt of gaat door te zorgen, dan kies je de angry. Een epic game. Een off-topic comment. Ik weet niet vaak wat we kiezen. Voor mij maakt het totaal niet uit wat je kiest. Maar ik kies gewoon de beste kaarten. Learning how to play. Weet ik wat, we kiezen gewoon voor de angry. Waarom niet? Waarom niet? En dan hier kiezen wij voor de wave goodbye. We hebben nog 5 over ook nog. Prima. En oké, we gaan nu editen. Hoe kunnen wij deze video het beste gaan editen? Voor mij is dit een best goede edit. Dan kiezen we voor deze. Alleen zijn deze helemaal rood. En dat is in principe niet goed. Ik kan het zo doen. Halen we 1 rode. Maar het liefst wil ik deze doen. Dan moet hij iets tussen staan. Dus heb ik 1 rode. Dit zou kunnen werken, denk ik. Ik kies gewoon zo, ja. Ik kies gewoon voor deze video. Zo. En ik kies voor alle 3, dus. Dat maakt niet uit welke ik kies. Prima, dit video krijg je door $99 voor. Plus de opbrengsten van YouTube. Dus prima, dit. Prima. Ja, oké. Okay. Oh, een 2 nieuwe records. Voor editing en voor content. Dus heel mooi. We hebben ook een nieuwe kaart gekregen. Het is een Oh, dat is eigenlijk een hele blije schreeuw, als het ware. Wat is dit? De Frankenstein gameplay, ja. Voor mij is het altijd gameplay, nooit een first impression of zo. Voor 23 maart. Mijn goal is om 50.000 subscribers te halen. En dan zijn we dichtbij, Ik ga even food kopen. Dat kan niet, want mijn computer is... aan het renderen. Uploaden gaat in één keer heel snel, vanaf nu. Dus kijk, je zag zien dat... Kijk, hij gaat sneller dan de vorige aflevering ging. Dat, ik weet niet of het aan de computer ligt. Maar dat vind ik raar. Want uploaden naar YouTube ligt volgens mij nooit aan je computer. Je kunt de beste computer hebben of je kunt de slechtste computer hebben. En oh, dat is $99 is al binnen. We hebben nog een kaart gekregen. Een dancing greeting. Dus we kunnen dansend de kijkers begroeten. Oké. Prima. Oh, nog meer XP. Prima. Mijn XP erbij. Level. We zijn nog steeds level 11. Wij gaan even slapen, want we gaan straks een nieuwe video maken. Voor mij heb ik niks op de kalender staan. En I reach 50.000 subscribers. Yes, jongens. Yes, 50.000 subscribers. Dat willen we zien. Already I was renewed YouTube and my room was getting too small for me. Oké,
hij behaalde dus 50.000 subs. En zijn kamer werd eigenlijk al veel te klein voor hem. En we hebben net mijn geld betaald voor de huur. Oké, mooi. I needed something bigger. A bigger place to make even more videos. I needed my own apartment. Hij heeft zijn eigen appartement nodig. Oké, kunnen wij nu gaan verhuizen? Your home. Oké, we kunnen dit verhuizen. Ja. Maar het punt is namelijk... ons huidige appartement kost maar $80 per maand aan huur. Als we naar de twee kamer appartement gaan... Dan naar de loft. Kost dat $320 per maand. En dat is veel, want ik verdien iets meer dan dit bedrag. Verdien ik per maand. En dat gaat alleen maar uit naar de huur. Dus ik ben op dit moment nog niet groot genoeg om te gaan verhuizen. In mijn opinion. Dus in mijn mening. Dus ik ga even een nieuw eerd kopen. Want het is echt even nodig op dit moment. Even een heleboel sandwiches. Energiedrank en een paar salaris. Iets van bijna $50 aan eten. Dus voor mij wordt automatisch bezorgd in de koelkast. Hoe raar dat ook klinkt. We gaan even wat eten. En we gaan even weer beginnen met de videocrunch. Eten naar salade. We gaan een beetje een gezonde tour, jongens. Gezonde tour. De video wordt aardig bekeken. Wat moet jij nu weer? Oh, ik haal dat heel de binnenkant lopen. Dat vind ik niet fijn. Ik wil even een nieuwe game video maken. Waar gaan we ervan maken? Deze game wordt niet meer echt heel goed bekeken. Dat is die stuurde mijn vriend dus net. En deze game wordt er helemaal niet goed meer bekeken. Dus we gaan hier een nieuwe gameplay video van maken. Of dat al. Ik moet een paar nieuwe games kopen. Want dit is een beetje slecht. Dus dit is het laatste gameplay video wordt voor deze game. Dus ik dacht dat ik achter de computer ging zitten. Maar dat doet hij dus niet. Een cool greeting. Beginnen we gewoon mee. Prima. Dan kiezen wij voor... Ik kies voor deze. Ik heb toch energie genoeg. Dan kiezen wij voor... serieus. Serieuze comment. De game freezes. De game staat stil en ik ben heel boos. Prima. Oké, hier is een nieuwe game uit. Voor de Honey Play Series 2. Hopelijk krijg ik straks een 1 aan het einde. En is maar 1 energie kost. En nee, helaas. Ik heb geen einde. Geen goed einde aan dit video. Dat is eigenlijk niet zo heel goed eigenlijk. Oh, we hebben al 52.000 subs, jongens. Dit ziet er aardig goed uit, of niet? Even kijken. Niet echt. En dit is achter elkaar, dus daar heb ik aardig veel rood. Zoek de 3. Zoek de 4. Zoek de 3. Oké, dit is aardig goed. Ik doe het gewoon hierbij. Een aardig goede video. Het is niet heel goed. Een invitation voor een event. Nee, sorry. Ik wijs het af. Ik heb het niet nodig. Ik ben nou even druk bezig met geld verdienen voor een nieuwe... Voor de XP hoef ik niet te gebruiken. Want ik krijg genoeg XP. Dus prima. Het is best met deze video. Prima allemaal dit. Dan ga ik even slapen ondertussen. Want we verhuizen naar het nieuwe appartement. Dus dit is eigenlijk de loft. Dat is een handige. Ik kan 2 computers neerzetten. Dus als ik bijvoorbeeld aan het renderen met het ene computer, kan ik meteen een nieuwe video maken op de andere computer. En ook kan ik iemand inhuren, een andere YouTuber, die bij mijn huis trekt. Dus die ook video's maakt van mij. Dus ik kan dubbel zoveel video's maken. Maar zoveel geld hebben we natuurlijk nog niet. En ik wil gewoon weg bij hem uit huis. Want hij komt overal binnenlopen en gaat op mijn computer. Heb je zelf geen computer, gast? Echt. Oké, ik moet even gaan shoppen. Ik moet even een nieuwe game kopen. Want het is echt hard nodig dit. Oké, amazing. Best rated. Oké, de PSP games. Oké. Er staan gelukkig alleen maar games van de consoles die jij hebt. Dus je kunt nooit eentje kopen die niet goed is voor jou. Deze is van 9 maart. Prima, ik koop gewoon deze game. Aardig goede game. En de top sellers hebben we in 15 maart. Ah, is niet echt heel goed deze game. Die hebben we net gekocht of niet? Ja, die hebben we net gekocht. Nee, Recall Typing. Ja, die hebben we net gekocht.
We kunnen ook deze erbij kopen. Oké, prima. We kopen deze twee gewoon. Twee nieuwe games erbij. We wachten even tot deze twee nieuwe games komen. En ik heb een wat meer XP erbij. Mooi, mooi. Oké, games. Ik wacht. Ondertussen ga ik weer van de eerste. Hoe meer energie we hebben, hoe beter. Oh, hier is die al. Op. Even een sandwich eten. Op, een nieuw game. En ik kom de volgende voor mij. Die moet deze dadelijk ook binnen. Hoppa, daar is die. Prima, we gaan even een nieuwe gaming video. We gaan alle twee gaan we een first impression video maken. Dat is van deze. Ook een first impression maken. Dus ik koop meestal twee games tegelijk. Zodat ik games genoeg heb om video's over te maken. Het is een risico dat ik kan nemen. Want misschien dat de ene game gauw minder goed wordt bekeken. En heb jij een game gekocht die mensen niet graag willen zien. We gaan even deze kiezen. Ik ga gewoon even snel erheen. Ik kies gewoon de kaart die mij het beste lijken. Deze doen we maar. Dus ja, oké. Ik kies voor... ik kies niet voor de hele hoge. Ik kies gewoon voor deze. Want ik word energie overhouden dadelijk voor... nog een video hierna maken. Deze doen we maar. Ik heb er wel meer post-production bij. Heel mooi. Dan kiezen wij voor deze. En dan kiezen we voor de Kiss Goodbye dan maar. Dan kiezen we daar maar voor. Next. Gaan we even editen. Oké, we hadden aardig verhalen. We halen gemiddeld ongeveer de 70.000 views. Niet slecht, de 70.000 views. Kan natuurlijk beter. En wordt natuurlijk langzaam beter. Even kijken hoe ik de beste video zou kunnen maken. Oké. Kan ik een beetje hustelen hier tussen? 2, 2... 3 is dit al. Wat is jouw hier zet? 3. Ik denk dat dit het beste is. Dus ik kies gewoon voor al deze 3. De computer is weer kapot. Natuurlijk. Natuurlijk. Het kost maar weer $20 om te repareren. Ik kan ook leren om mezelf te repareren. Maar daar hebben we gewoon geen tijd voor. Want we moeten zoveel mogelijk geld verdienen. Zoveel mogelijk subs erbij krijgen. We hebben nog 55.000 op dit moment. Een slaaf van meer energie. Want we hebben altijd meer nodig. Want we moeten nog meer video's maken. Dat is gewoon het leven van de YouTube, hè. Video's maken en video's maken. Dat is gewoon nodig. We gaan repareren. Voor $20. We gaan ondertussen even eten. En even wat gezond eten. We gaan even salade eten. Waarom niet? Prima. We zijn level 12. Er zijn allemaal items die je erbij krijgt. Oké. Prima. Kan ik even een nieuwe gaming video maken? Ja, dat kan. Hier hebben we net een gaming video van gemaakt. We gaan nou voor deze. Kijk, deze wordt langzaam iets minder. Dus, dat maakt niet uit. We gaan voor beide even een first impression. En dan hopelijk voor allebei ook in ieder geval één gameplay. Dus, oké. Gewoon zoveel mogelijk geld verdienen. Dat draait het om. verhuizen, geld verdienen. En de dancing greeting. Die hebben we nog nooit gebruikt. We gaan deze gebruiken. Waarom niet? Serieus. Een beetje serieus. Oh, deze is niet goed bekeken eigenlijk. Er is niet zoveel likes. Funny comment. Kiezen we gewoon voor. Prima. Weer GTA 4. Ik moet heel veel energie in de video stoppen. Eerlijk gezegd. Voor mij, hoe meer video's erin stopt, hoe sneller dit achteruit loopt na het maken van een video. Dus, sarcastisch. Oh, is een nieuwe game uit voor de PSP. Die heb ik dus. En het is weer GTA Vice City. Auto met een logo. Dat doet het altijd goed volgens mij. Dit is een banging video. Het is een goede video, hè. Echt met de kaarten die ik erbij kan doen straks. Met de editor. Dan wordt het een goede video. Echt. Dan gaan we even kijken. Kijken of aan... Oeh, die ziet er aardig goed uit volgens mij. Ik kan hem zo doen en deze eruit laten. Dan hebben we er één. Het kan, want ik kan deze eigenlijk nergens gebruiken omdat alles hoog zit en hier zit hij zo laag. Dus hier, ja. Nou, ik laat hem hierbij en we gaan even deze er allemaal bijvoegen.
En is het, nou, dat is een aardig goede video. Ja, zeker wel. Alleen de interest is laag. Ja, dat had ik straks ook al gezien, ja. Dus ik heb een game gekocht waar de interest eigenlijk een beetje laag van is. Jammer. Hallo, mijn computer is kapot en ik kan geen video editen. Zou ik het willen doen? Waar is het voor? Dat is vraag maar. Voor de... sorry, want ik heb die hele... Die heb ik dus niet. Dus daar kan ik ook een video van maken. Die gaan we ook niet kopen, want daar heb ik geen geld voor. Party. Nee, sorry. Ik moet video's maken. Oh. Oké. We hebben nu kaas, zie ik. Copyright music. Die moet je nooit gaan gebruiken. Want dan krijg je een copyright claim. Wat betekent dat... dat je een grote boete krijgt, als het ware. Dus ja, dat wil je dus niet hebben. Echt niet hebben. Holy shit, wat een dislikes. Oh my god. Ik vind dit wel eens een slechte. Oké. We gaan een nieuwe video maken. Nieuwe video. Oké. We gaan hier de video van maken en een gameplay. En deze video moet goed zijn. Want ik wil geen heleboel dislikes. Oké. Prima. Oké, ik ga de video maken. En ik moet goed kijken naar de kaart. Ik moet niet random op mijn kaart klikken. Even kijken. You start recording. Ik kies over deze. Dan normal game. Professional comments. Ik moet een beetje zo noemen. Voor mij worden mijn video's hier beter. Epic game. En happy expression. Dan. First game learning how to play. Short comment kiezen we wel voor. Dan. You unlocked an achievement. Serieus comment. Misschien singing had ook gekund. Ja, ik heb nog 5 over, 2 stuks. Even deze. Dan heb ik nog 3 over. Krijg ik een einde? Nee, helaas. Geen goed einde aan deze video. We gaan de video nog even editen. Dus, ga even naar kijken. Oké. Het ziet er niet heel goed uit volgens mij. Wat als ik die hier doe? Oh, dit zou kunnen. Nou, we hebben in ieder geval 1 rode erbij. En 3 nu als het ware. Zo heb ik de... dit is niet goed, jongens. Dit is eigenlijk niet goed. Zo door 3... Ik denk dat dit het beste is om dat we kunnen krijgen, dus. Ja, ik denk dat dit het beste is. Dus hier kiezen we gewoon voor. Het is geen echt einde aan de video, maar... Het is best wel goed. Kijk... Oh, de editing is hoor. Dat is een aardig goede video, als het ware. Dat is wel een goede video. En we gaan het publishen. En ja, dus ik denk dat dit de laatste video van deze aflevering. De aflevering zit al bijna een half uur. Dus ik wil video's niet langer laten duren dan een half uur. Dus het einde van deze aflevering van YouTubers Live. Vond je deze aflevering leuk? Laat natuurlijk een like achter. Abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik jullie allemaal in de volgende aflevering van YouTubers Live.